Derde editie van het Politieke Café 2014. Jaargang 2014-2015. Deze keer vanuit de Lantaarn uit Nieuwegein. De laatste keer dit jaar, want kerst en oud en nieuw komen eraan en natuurlijk Sinterklaas. En dan is er weinig belangstelling voor het Politieke Café. We gaan weer beginnen in januari met 6 afleveringen. Vanavond hier in de Lantaarn 3 ondernemers uit Nieuwegein. En die heren die stellen zichzelf aan u voor. Ik ben Jos Schoenman van Jos Schoenman Bedrijven uit Nieuwegein. Wij hebben een aannemersbedrijf in de grondweg- en waterbouw, cultuurtechnische werken en alles wat u kan bedenken in eigen hand. Jos, een groot bedrijf. Wanneer zijn jullie begonnen met het bedrijf? Wij zijn in 1975 begonnen met het bedrijf. Als eenmanszaak eigenlijk, waar we een beetje carrière gemaakt hebben in onze business. Je stelde je voor, dat is een groot bedrijf als ik dat zo hoor. Jullie doen heel veel. Wij hebben een kleine 200 medewerkers, waar wij in een cirkel van rond 80 kilometer rond Nieuwegein werkzaam zijn. Grond, weg en waterbouw, zei je dat? Grond, weg en waterbouw. Cultuurtechnische werken, dus alles wat met parken en sportvelden te maken heeft en alles wat je dan aan groen en buitenruimte ziet. Wij zijn eigenlijk echte buitenruimteverfraaiers. Veel in Nieuwegein, je zit in Nieuwegein. Doe je ook veel in Nieuwegein? Veel opdrachten van Nieuwegein? Nee, wij hebben wel opdrachten van Nieuwegein, maar die moeten we van de openbare markt halen. En als je het dan over gemeente Nieuwegein hebt, daar doen we denk ik de onderhandse markt en kleine 100.000 euro. Jos, ik kan me voorstellen als Nieuwegeins bedrijf dat je zegt van ik wil natuurlijk voor de gemeente Nieuwegein veel meer gaan doen. Want het is mijn thuishaven en ik wil ook voor Nieuwegein. Wat zou jij de burgemeester willen zeggen dadelijk? Ik zou zeggen naar de aannemerij toe. Mensen, kijk eerst bij wat je in huis hebt, wat binnen je eigen gemeentegrenzen ligt en ga daar de dingen doen die je graag wilt dat er gebeuren. Wij kennen natuurlijk ontzettend veel werkzaamheden aan als Nieuwegeinse bedrijven, waar wij misschien wel een voortrekkersrol kunnen vervullen voor de gemeente. Wij hebben het beleid dat we bij aanbestedingen op Nieuwegeins bedrijf uitgenodigd wordt om mee te doen. We kunnen ze geen voorkeursbehandeling geven. Dat is gewoon in strijd met de wet. En de andere kant moet ik het ook zeggen. Als meneer Schoenman alleen maar opdracht, als alle gemeenten hetzelfde zouden doen door alleen maar eigen bedrijven opdrachten te geven, dan had meneer Schoenman dat hele mooie werk in Utrecht natuurlijk niet gekregen, want dan hadden ze in Utrecht een Utrechts bedrijf gevraagd om dat te doen. Dus dat is ook wel een beetje de economische werkelijkheid waar we in leven. Maar het is niet zo, het is niet zo dat we zeggen de Schoenman en we denken nog dat hij klein is en daarom krijgt hij die opgave niet. Tegelijkertijd weten we allemaal, en heeft zelf ook de naam niet genoemd, zal niet noemen, maar even wel een grote collega die ongeveer op hetzelfde vlak actief is in deze gemeente. En die zien we ook rondrijden in iets andere kleuren trouwens dan blauw en geel van Schoenman. Mijn naam is Marcel van der Meer, ik ben 49 jaar en vanaf 2002 ondernemer op Hoogzandveld. Marcel van der Meer, wat voor soort bedrijf heb je op Hoogzandveld? Ik heb een C1000 op Hoogzandveld. Die zijn we op dit moment aan het verbouwen en 29 april 2015 gaan wij open als Albert Heijn. Dat is een verrassing, Albert Heijn? Dat is zeer zeker ook voor ons een verrassing, maar absoluut een nieuwe uitdaging. Jullie zijn aan het verbouwen. Wat wordt er verbouwd? Wij zijn op dit moment bezig met het bouwen van een nieuw magazijn. Met daarbovenop nieuwe kantoren en nieuwe sociale ruimtes. Dat gaan wij 1 december in gebruik nemen. Op dat moment gaan wij vanaf 1 december 2 nieuwe koppen aan de noordkant van het winkelcentrum maken. 2 keer 260 vierkante meter aanbouwen. En in januari starten wij met de uitbreiding aan de voorkant van onze nieuwe Albert Heijn. Marcel, één ding wat me eigenlijk op de lippen brandt is dat er zoveel winkelcentra zijn en dat nummer 11 en 12 alweer in de planning zitten. Ja. Nou, dat is natuurlijk een grote zorg die ons ook apart speelt en waar we graag mee met de politiek in gesprek willen. Want op dit moment doen wij een forse investering in het gebied Hoogzandveld. Daar hebben we gezamenlijk met de gemeente afspraken over gemaakt. En gemeente, wij investeren flink. En
daar willen we ook wat voor terugzien. En het kan niet zo zijn dat we op allerlei bedrijven trainen maar goedkope nieuwe winkelcentra's neerbouwen, terwijl ik daar heel duur voor betaald heb. De burgemeester die zou vandaag komen. Ik denk dat het een prangende vraag is voor de burgemeester. Absoluut, die ga ik hem zeer zeker stellen. En ik verwacht niet vanavond een kant-en-klare oplossing van de burgemeester. Maar ik verwacht wel dat hij met ons in gesprek wil om te kijken van, joh, hoe kunnen we dat in goede banen lijnen. Volgens mij is Hoog Zandveld, ik weet nog toen ik net burgemeester hier was, dat vlak daarna Wouter Kolff, de wethouder Economische Zaken, toen met Mars van der Meer een overeenkomst heeft gesloten om samen dat te doen. En je ziet dat daar eigenlijk ook wel gebeuren. Ik kom daar regelmatig. Je ziet de ontwikkeling van de parkeergelegenheid. Dat zijn investeringen die wij als gemeente doen. Dus de gebiedsontwikkeling in het openbaar gebied doen wij als gemeente. Het heeft lang geduurd voordat de neuzen dezelfde kant op stonden. Dat ben ik mee eens. Maar als ik zie hoe dat nu wordt samengewerkt, dan denk ik dat we daar op een hele goede manier aan het samenwerken zijn. Maar soms wordt er ook wel meer gevraagd dan wij als gemeente kunnen of willen waarmaken. Makkelijke oplossingen in gebiedsontwikkeling, ja, die tijd zijn voorbij. Dat een gemeente miljoenen uit een grondbedrijf over had om die in gebiedsontwikkelingen te stoppen elders in de stad. Ja, dat hebben we wel een paar keer gedaan, maar dat kan op dit moment niet meer. Ik ben ook bang dat dat ook niet meer terugkomt. Dus we zullen inventiever moeten worden, hoe we samen oplossingen vinden en de kosten verdelen. En misschien ook hier en daar wel zeggen van ja, sommige dingen die we wel heel graag willen, maar te duur zijn, dat gaan we niet doen. Ik ben Theo Hendricks, ik ben 52 jaar, woonachtig in Nieuwegein en ik ben directeur van Civiele Technieken De Boer, ook een bedrijf wat in Nieuwegein op de Marconibaan gevestigd is. Theo Hendricks, wat voor soort bedrijf is De Boer? Nou, De Boer is eigenlijk van origine een civiel betonbedrijf, dus wij bouwen bruggen, tunnels, kademuren, echt een stevige betonwerk zal ik maar zeggen. En sinds begin 60 jaren, dat is ook een aardig tijdje geleden, hebben wij een specialisme erbij gekregen. Dat heet vijzeltechniek. En wij tillen dus alles op en verplaatsen alles wat je met bijvoorbeeld een kraan niet meer verplaatsen kunt. Het zijn omdat het te groot is of te zwaar. Dus hierbij moet je denken aan gebouwen, maar ook aan bruggen, aan tunnels, noem het maar op. En dat doen we door heel Europa heen. Ik kan me voorstellen dat Nieuwegein, je zit in Nieuwegein, je woont in Nieuwegein, dat Nieuwegein nou niet een van de grootste opdrachtgevers is. Nee, dat klopt. Op zich vijzelen we wel in Nieuwegein. Niet zo heel veel, maar kijk je in de directe omgeving van Nieuwegein. Dan doen wij daar wel heel erg veel momenteel. Bijvoorbeeld de Galenkoppenbrug, die kennen jullie ook allemaal. Die hebben we net voor de vakantie, dus eind juli, een meter opgevijzeld bij de bruggen. Kijk je op dit moment naar het Amsterdamse Rijnkanaal. Daar liggen ook een heleboel bruggen overheen. Daar zijn we nu met een project bezig, dat is ongeveer halverwege, waarbij er 8 bruggen ook opgevijzeld worden en compleet gerenoveerd. En dat is nou precies ons tak van sport. Dus ja, wat dat betreft zijn we op dit moment kort bij Nieuwegein ook heel druk bezig. Waar je nu overheen rijdt, die blauwe brug, die is ook van ons. Die wordt nu gerenoveerd, de oude brug. De bovenbouw is klaar, de onderbouw die moet nog. Theo, dat heb ik aan de andere ondernemers ook gevraagd. Wat zou jij nou aan de burgemeester van Nieuwegein willen vragen voor jouw bedrijf specifiek? Nou, eigenlijk wil ik niet zozeer iets voor mijn bedrijf vragen, maar ik wil wel iets voor Nieuwegein vragen. En waar wij als bedrijf een inbreng kunnen hebben en dus uiteindelijk ook wat aan hebben, want uiteindelijk staan wij natuurlijk wel voor een bepaalde business. Dat is ook ons bestaansrecht. Wij moeten werk hebben om te kunnen blijven leven. De wens die ik eigenlijk heb in Nieuwegein is op dit moment ontzettend druk bezig met mooie fietsroutes. Hartstikke mooi. Een geweldige brug over het Amsterdamse Rijnkanaal. Maar die fietsroute is nog helemaal niet af. En als je op dit moment of straks dan vanaf het Amsterdamse Rijnkanaal naar beneden komt, dan kun je als fietser nergens heen. Omdat er geen onderdoorgang is bij de Plettenburgerlaan. En dat is nou precies wat ik de gemeente toe wil wensen. Kijk eens naar onze technieken. Kijk eens wat wij kunnen. Samen met andere Nieuwegeinse bedrijven, bijvoorbeeld de Jos Scholman. En leg daar een tunnel neer. Maar even die fietstunnel. Kan er vandaag al aanbesteed worden? Want het is wel een mooi idee natuurlijk. Nou, kijk, ik hoorde mensen zeggen van nou dat is de makkelijkste. Maar volgens mij is dit wel de moeilijkste. Want er is gewoon een politieke uitspraak over gedaan. Over die fietstunnel. En daar liggen zijn de meningen in de raad en in de politiek volgens mij heel erg over verdeeld. Ik heb een jaar of 3 geleden die discussie een paar keer in het college meegemaakt. Dan weet je ook wie er toen nog in dat college zaten. En toen is er van uiteindelijk uitgekomen nou, dat gaan we niet doen. Want eromheen fietsen, dat kan ook. Het blijft natuurlijk wel een hele mooie wens. Maar volgens mij zie je de komende tijd politiek niet op.
Mm-hmm.